Goedemorgen iedereen. Ik wil het met jullie eventjes hebben over iets totaal anders. Allee, in die zin, uiteindelijk is het niet iets totaal anders, want het is ook weer een manier, een voorbeeld om te tonen hoe dat, het werkt wanneer je in het dagelijks leven ook vanuit dat hoge bewustzijn gaat gaan leven en handelen en eigenlijk met obstakels en problemen gaat omgaan. Nu, je zou het wel echt misschien al gemerkt hebben, zeker als je vaak op sociale media actief bent. En ook op YouTube heb ik het al gezien. Maar het leek nu plots alsof dat heel veel scammers en imposters, zou ik ze zelfs noemen, het gemunt hebben op mensen die spirituele boodschappen verkondigen. En wanneer je verschillende spirituele kanalen volgt, dan ga je misschien ook al zelfs gehoord hebben dat de boodschap gegeven wordt dat het kwade alles op alles zet en het negatieve alles op alles zet. En er wordt een beeld geschetst dat kwade, die negatieve energie die van de andere kant, dat die eigenlijk verpersoonlijkt worden door een aantal mensen die heel bewust weten waar ze mee bezig zijn. Nu, ik heb daar al meermaals heel veel weerstand tegen gevoeld, van diep binnenuit, een innerlijk weten dat eigenlijk dat beeld, hoe dat geschetst wordt naar de andere mensen toe, naar het collectief geheel, dat eigenlijk niet correct is. Wat is het zo, en waar je het meeste bang voor zijn, is eigenlijk voor de angst en voor de manier waarop dat we gewoon omgaan met onze medemensen. Kijk maar gewoon naar de twee kampen, of drie kampen, of vier kampen dat er ondertussen zijn, wanneer dat gaat over COVID, wanneer dat gaat over hoe dat we weer in de maatschappij moeten staan. Zelfs vanuit politiek standpunt worden wel of niet gevaccineerden veroordeeld of voorgetrokken of wat dan ook. En daar ligt net die negativiteit, die imposters, die scammers zogezegd. Wanneer het gaat over het collectievere geheel. Dat zijn mensen die nog steeds vanuit angst en dus eigenlijk vanuit een lager bewustzijn in hun leven gaan staan. En als die natuurlijk in een bestuurderspositie zitten, zoals in de politiek het geval is, dan heeft dat ook een invloed op iedereen van de bevolking. En daarom is innerlijke groei en persoonlijke groei net zo belangrijk. Omdat de verandering van buitenaf, dat we gaan zien in de maatschappij, in de samenleving, dat begint in eerste instantie bij jezelf. Wanneer dat je niet meer vanuit angsten bepaalde keuzes gaat gaan maken, maar vanuit het eenheid, dus vanuit dat hoger bewustzijn. En niet meer vanuit ja of nee, of van goed of slecht, maar vanuit, kijk, ik neem die keuze omdat het voor mij dat beste bij mij past, bij mijn waarheid past. Dan ga je zien dat die negatieve energieën meer en meer gaan verdwijnen. Dat niet meer zogezegd een hele grote impact gaat hebben op ieders leven. Daarmee is het ook belangrijk om te zeggen dat voornamelijk belangrijk is dat jij bewust bent waar dat jij jouw aandacht en je focus aan geeft. En daarvoor gebruik ik heel graag het voorbeeld van die scammers. Wanneer mensen een negatieve post of wat dan ook op mijn kanaal reageren, op Instagram of Facebook of YouTube, maakt niet uit, of gewoon mails naar me toe sturen, daar kijk ik ook altijd naartoe vanuit het hogere bewustzijn, logisch. En voornamelijk vanuit het stuk dat je weet dat waar dat je aandacht, je energie aan geeft, wat dat je voedt, dat wordt groter, dat wordt krachtiger, dat wordt nog meer aangetrokken in je leven en dat is net hetgeen waar je nog meer gaat gaan van manifesteren. Dus weet ook dat die scammers bijvoorbeeld op Instagram, maar dat er dan ook fake accounts of accounts van anderen overgenomen worden en geprobeerd wordt om geld van mensen afhandig te maken. Ook daar zitten weer lessen in voor die mensen die daarmee geconfronteerd worden. Het is belangrijk dat je ook dat stuk gaat gaan zien vanuit het hoger bewustzijn. Ik ben vroeger ook, zou kunnen zeggen, slachtoffer geweest van de scammer. Ik heb er ook ervaring mee gehad. Meer dan denk ik anderen. Maar ik begreep ook dat daar ook heel veel lessen in zitten. En uiteindelijk het geld dat ik dan zou verloren hebben. In het begin kun je daar heel gefrustreerd over geraken en eigenlijk de schuld bij de ander leggen, want die had dat niet mogen doen en die moet eerlijk zijn en bla 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 bla.
Maar uiteindelijk kun je het ook zien als lesgeld dat je betaalt aan het universum. Je geeft geld aan iemand die zich inderdaad heeft anders voorgedaan dan dat hij in werkelijkheid is. Maar vertrouw er ook op dat het universum kent geen dualiteiten. In die zin dat het eigenlijk een concept van de mens is waar dat de slachtoffers en daders zijn. Net om dat te kunnen gaan begrijpen, maar voornamelijk nog meer om eigenlijk de verantwoordelijkheid van de groei waar we eigenlijk moeten aankijken en waar we als ziel mogen doormaken om eigenlijk die bij de ander te leggen. Maar dat is toch altijd zoveel gemakkelijker. Dus ook daar is belangrijk om weer bewust te worden van hoe speelt je mind eigenlijk trick or treat, je ego eigenlijk trick or treat met jou. Op welke manier bepaalt jouw gedachten, jouw mind nog, op een hele onbewuste manier, hoe dat je kijkt naar situaties dat je zelf meemaakt, dat de ander meemaakt, dat het collectief gebeuren of wat dan ook. En laat je je verleiden door de aantrekkelijke snoep? Of ga je je oude leven eigenlijk geven, dus een treat, trick or treat, om te kosten van de waarheid? Waarmee dat ik wil zeggen, het is jouw keuze om het leven te blijven leiden dat je nu hebt, of het is een keuze om daaruit te stappen. Want elke discussie die nu in de maatschappij gaande is, is eigenlijk een verloren discussie. Het gaat erover van op welke manier kan ik mij zodanig aanpassen, zodanig dat ik mijn vrijheid weer terug herwin en dat ik weer opnieuw meer in mijn eigen kracht sta. Dus dat ik mijn kracht en mijn energie, dus je focus, niet constant weggeef aan dingen die buiten mezelf zijn, die gewoon in de buitenwereld gebeuren en waar je zelfs geen controle over hebt. Dat is nog het belangrijkste. Dus of het nu gaat om één-op-één relaties, of wat je ziet gebeuren in de collectieve energieën, dus in de politiek, of de nieuwe maatregelen die weer komen, het gaat er altijd over hoe dat jij ernaar kijkt en voornamelijk welke emotie en welke waarde dat je aan koppelt. En hoe hoger, dus hoe krachtiger die emotie en die waarde is, en dan gaat het niet, het is zelfs niet belangrijk of dat het een positieve gedachte of een negatieve gedachte is, het gaat erover de kracht die je eraan geeft. Dat zal maken welke realiteit dat jij gaat creëren. Dat zal ervoor zorgen of dat jij inderdaad in staat bent om mee te groeien naar die hogere energieën, om alles in jezelf te healen en aan te pakken en opnieuw jezelf te herop te voeden en hiermee ook een heel deel van jouw omgeving, of dat je gewoon gaat blijven waar je zit. En laat me nu zeggen, ik ga binnenkort ook nog een video maken over de energie van 2020, wat we daar mogen en kunnen verwachten. Dat is geen toekomstvoorspelling, dat is gewoon hoe dat de energieën zich zullen kunnen gedragen en waardoor dat wij er op een positieve manier gebruik kunnen van maken. Dus ook daar is niet iets dat je overkomt. Het is een keuze of dat je gebruik maakt van de energieën en de openingen die er zijn of dat je gewoon meeloopt in de ratrace. Ik denk dat het punt dat ik wil maken en het idee van speelt je mind trick or treat, je ego trick or treat met jou, wees eerlijk met jezelf. En dat is niet erg als je nog in die valkuilen van het ego loopt, want dat zit zo hard verweven in echt hele kleine gewoontes, hoe dat je denkt over elk soort thema in je leven. Het is daarop dat ik bijvoorbeeld gisteren ook in de sessie met de klanten van het groepstraject gezegd had van begin eens met heel bewust je tanden te poetsen. En jezelf af te vragen, waarom doe ik dat nu op die manier? Waarom doe ik dat nu op die manier? Waarom doe ik tandpasta op mijn tandenborstel? Wat geloof ik daardoor? Welke tandpasta kies ik? Wat geloof ik daardoor? Het zit echt in hele, hele kleine dingen. En dan daar ligt je kracht om die dingen ook weer te gaan veranderen. Dus merk je dat je zelf er niet uit geraakt, wat dat heel normaal is, want het is heel lastig om je eigen onbewuste patronen te zien. En dat is ook hetgeen dat iedereen die met mij samenwerkt ook merkt. Ik werk anders dan de meeste coaches of psychologen of wat dan ook. Omdat ik jou echt terugspiegel waar dat je jezelf tegenhoudt. En dat is niet altijd evident. Zeker niet om dat te moeten ervaren
En te accepteren dat je inderdaad jezelf daar al die jaren klein hebt gehouden. Want uiteindelijk gaat het daarover. We houden ons constant klein door de systemen waar we in zitten. Door de omgeving waarin we opgegroeid zijn en nog steeds wonen. Door systemen zoals huwelijk. Zoals je moet een vast job. Het systeem van belastingsvoordeel. Noem maar op. Het zit echt in, zo hard in ons leven verweven dat we er zelfs niet bewust van zijn dat het zo erg is. En daar, dat zijn de grootste imposters. Dat zijn de grootste scammers van jouw leven. Niet die mensen op die externe organisaties die proberen geld afhandig te maken. Want uiteindelijk doen die mensen dat ook enkel maar alleen vanuit hun eigen gekwetstheid. Vanuit hun eigen overtuiging dat dat de enige manier is waarop dat ze kunnen overleven. En dat weet ik omdat ik eigenlijk uiteindelijk een aantal jaar terug met een scammer heb gesproken, diep ben gegaan en eigenlijk echt ben gaan vragen van wat is de reden, wat is jouw drijfveer om dat te gaan doen? Want uiteindelijk ken je mij niet en toch probeer je mij geld afhandig te maken, probeer je mij te kwetsen. Dus het is belangrijk om daarover na te denken. Daders zijn ook maar gewoon mensen. Wanneer je iemand anders kwetst, dan komt dat altijd voor vanuit hun eigen kwetsheid. En wanneer je als een slachtoffer voelt, dan is dat omdat jij niet in je kracht staat. Als jij in je kracht zou staan, dan zou je zien wat er gebeurt. En zou jij je nooit een slachtoffer voelen. Want wanneer je voelt je slachtoffer, je voelt een slachtoffer wanneer je het gevoel hebt dat je geen controle meer hebt. Dat je gewoon geleefd wordt. Dat je gewoon iets ondergaat en er geen controle over hebt. En ook daar zit je mind voor heel veel dingen tussen. Dus zie hoe krachtig dat je bent, hoe snel dat eigenlijk ook jouw leven weer kan omdraaien en op een andere manier kan gaan vormgeven. Nu, ik hoop dat er een lichtje gaat gaan branden. En dat je, laten we zeggen, die volgende week is een donkere maan, is het echt de tijd om nieuwe zaadjes te gaan planten. En dat je eigenlijk nu de week die komt de tijd neemt om echt eens voor jezelf te gaan nadenken, je leven gaat gaan evalueren. Eerlijk bent met van waar ben ik nog niet gelukkig en waar neem ik eigenlijk maar ben ik tevreden maar goed genoeg terwijl dat je eigenlijk zoveel meer verdient. Dus ja, ik hoop echt dat je de tijd daarvoor neemt. Neem dus soms een dagje vrij af. Ga in de bossen, ga in kluizenaarsmodus, zoals ik dat altijd noem. Ik doe dat regelmatig, want dat is een manier waarop ik inzichten ontvang en ook weer kan opladen. En ik vind dat we eigenlijk dat zo ook moeten leren in scholen. Hoe dat we eigenlijk onze eigen energie weer kunnen opladen, weer goed voor onszelf kunnen zorgen, zelfliefde kunnen geven aan onszelf en zoveel meer. Nu, dat was het voor deze video. Ik heb nog een heleboel andere ideeën ook klaar liggen, dus het kan zijn dat er vandaag nog een video verschijnt. Ik zie wel. Maar we gaan eerst deze uploaden. Tot in de volgende. Dag!